Op dit moment zijn de meeste stallen ontzettend slecht beveiligd tegen brand. Ze worden eigenlijk gezien als een soort industrieloodsen. Dat betekent dat er geen brandmelder hoeft te hangen of geen sprinklers. Dat eigenlijk de dieren worden gezien alsof ze producten zijn die in de loods worden opgeslagen. Dan zijn er wel pas wat nieuwe regels gezegd, neergezet. Dat nieuwe stallen moeten de elektrische installaties weg hebben van de dieren. Dat helpt wat, maar het is nog steeds niet veel. Nou, er kan nog heel veel gebeuren. Je kan bijvoorbeeld stallen verplicht stellen dat ze sprinklers moeten hebben. Dat er brandmelders moeten hangen. Dat er een goede bluswatervoorziening is. Want vaak komt ook de brandweer eraan. En dan moeten ze echt een kilometer gaan zoeken in een sloot naar bluswater. Dat zijn allemaal dingen die het helpt om varkens nog te redden of kippen nog te herredden bij brand. Helemaal te voorkomen. Maar wat je natuurlijk wel kan doen, is te zorgen dat de brand niet gelijk bij de dieren terechtkomt. Nou, dat zeggen de nieuwe regels. De meeste branden ontstaan in de elektrische installaties. Nu mogen de elektrische installaties niet meer bij de dieren zijn. Dus dat helpt al. Maar dan nog, voor alle oude stallen geldt dat niet. Dus als je dan een brand hebt in de elektrische installatie, dan heb je gelijk staat je hele stal in lichterlaaien. Want die stallen zijn hartstikke brand. Ja, we snappen heel goed dat boeren op dit moment helemaal geen geld hebben om te investeren in brandveiligheid. De prijzen in de supermarkt zijn zo laag, de altijd gekiloknal van die supermarkten, dat heel veel boeren geen cent hebben om te makken. Laat staan om dure installaties te maken. Dus als het aan ons ligt, wordt dat geld gewoon doorberekend aan de consument.